Hakim, na de vorige wedstrijd mis je 2 spelers. En dan komt het ongeveer neer op iets meer dan 11 punten, 10 rebounds en 9 assists gemiddeld per wedstrijd. Hoe vang je dat op? Nou, de bank was het hele jaar wel goed, maar de karakter van Brian en Sergio is lastig op te vangen. Je noemt de cijfers op, maar ik zie ook andere dingen die niet uit te drukken zijn, de cijfers. En dat is heel moeilijk nu op te vangen door ons. Maar het zal wel moeten, denk ik. Want ik neem aan dat je het af wil maken in Den Bosch. Ja, we hebben vandaag liever dat we het hier afronden dan nog een wedstrijd op zondag. Maar goed, iemand anders zou moeten opstaan. Ja, ik vind jullie wel favoriet om het feit dat je 7 eredivisiewaardige spelers hebt en Den Bosch maar 6. Ja, ik ken niet het hele rooster uit mijn hoofd van Den Bosch, maar ik ben alleen maar puur bezig met mijn eigen team. Je hebt natuurlijk een hele play-off gespeeld met een 8-man rotatie, best wel smal. Nou, nu vallen 2 eruit en dan moeten we 2 inpassen eigenlijk die eigenlijk de hele serie niet gespeeld hebben. Mijn kleren heeft weinig gespeeld, dus die moet nu zijn minuten gaan maken vandaag als het goed is. Evis is flink op zijn rug terechtgekomen, dus die heeft er wel last van. Dus we hebben wel meer problemen dan de 6 van Den Bosch. Ja. Wat wordt het voor een wedstrijd vandaag? Want ik durf het niet meer te zeggen. Vorige keer dacht ik close en dat was het totaal niet. Ja, je weet wat het is. Hè. Ik bedoel, het is een gekke competitie met 2 gekke ploegen. Uit is lastig, thuis spelen we geweldig. En dat geldt ook voor Den Bosch. Dus ik hoop dat we vandaag de guards kunnen vasthouden. En dat ze niet kunnen regelen en scores voor de andere teamgenoten kunnen bezorgen. En dan wordt het misschien een hele mooie wedstrijd voor ons.